Gonna build a mountain from a little hill. Hoi allemaal en leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video op de Lady NL. En wat jullie hier zien is eigenlijk exclusief. We mogen dit vandaag allemaal posten wie dit heeft opgenomen op Gamescom achter gesloten deuren. Wij kregen een exclusief kijkje in een verdere beeld als waar we mee hebben gestreamd op Gamescom. Dus hier zitten weer meer dieren in die ik jullie allemaal ga laten zien in deze aflevering. En zoals je ook kan zien, een nieuw thema. En dit thema heet dus New World Mexican. Nieuwe wereld Mexicaans. Klinkt een beetje gek, maar in ieder geval een Mexicaans thema. En ja, het ziet er gewoon ontzettend mooi uit. Ik heb echt mijn ogen uitgekeken naar alles wat je hiermee kan doen. Het is echt prachtig om te zien. Maar natuurlijk ook de Indische neushoorn, zoals jullie kunnen zien. Die komt dus ook naar Planet Zoo. En je voelt ook echt gewoon het gewicht als het beest loopt op de grond. En ik ben natuurlijk in de studio geweest en heb gezien hoe ze die geluiden hebben opgenomen. Dat hebben ze echt zelf gemaakt met bakken in de vloer en ja, speciale ja, grind of aarde en dan net zo lang dingen toevoegen en aanpassen zodat je dus een bepaald effect kan creëren om dus bijvoorbeeld die voetstappen te maken. Ja, het is echt geweldig om te zien en het is super creatief en volgens mij ook echt de leukste job van de wereld. Maar zo maken zij dus, geven ze dus het gevoel aan elk dier, ja, hoe ze dus in het echt ook lopen en als ze heel zwaar zijn, dus echt grote diepe voetstappen. En als ze heel klein zijn, ja, hoor je misschien niet zo heel veel, heel lichtjes de voetstapjes. Het is gewoon echt geweldig hoe ze dat allemaal in elkaar hebben gezet. Dus de Indische neushoorn komt naar Planet Zoo. Helemaal geweldig. En dan hebben we de gaffelbok. Een super schattig beestje. Echt het staartje en de oortjes en de vacht. Het is allemaal super cute. En zeker zoals je hier ziet hoe die aan het spelen is met het speeltje is gewoon echt zo aandoenlijk om te zien. En ook als ze bijvoorbeeld naar sprinklers lopen en je ziet hoe die vacht nat wordt. Echt aan alle kleine details hebben ze gedacht bij het maken van dit spel. Het is echt ongelooflijk hoeveel we kunnen doen met dit spel. En dus ook bij deze, de gaffelbok komt naar ons in Planet Zoo. En zo hebben we ook de mandril. Bij deze bevestigd, de mandril komt naar Planet Zoo. En dit beest ziet er zo mooi uit. Ik bedoel, de kleuren van de neus en de vacht onder zijn kin. Het ziet er allemaal zo geweldig mooi uit. En het leukste vind ik natuurlijk aan alle apensoorten die kunnen klimmen, is dat je echt de toestellen en dergelijke kunt maken wat ze allemaal kunnen gebruiken. En zo kun je ook bijvoorbeeld echt alles doen met de items die je hebt om gebruiken. Te maken. Als je daar bijvoorbeeld een trap van maakt of een afdaling of noem het. Ze kunnen alles gebruiken. En niet alleen de dieren, ook je personeel kan dat gebruiken om zo dus het verblijven schoon te kunnen maken en dergelijke. Ik had gewoon echt niet gedacht dat het zo ver in de diepte zou gaan, dat we zo onze creativiteit de vrije loop konden laten om in Planet Zoo gewoon echt onze droomdierentuin te maken. Het is echt ongelooflijk hoe mooi. Dus bij deze, de mandril dus ook bevestigd, komt naar Planet Zoo. Ik heb er super veel zin in om verblijf te maken voor dit dier. Echt geweldig. En jawel, jawel, een gaviaal. Ik had eerlijk gezegd echt geen idee. Toen ik dit dier voor het eerst zag, dacht ik, wat is dat? ik moest het echt opzoeken. Ja, het is een krokodil, maar verder kwam ik echt niet. Schaam, schaam, nee. Dat heb je gewoon. Er zijn mensen die heel veel van dieren weten. En er zijn mensen zoals ik die heel veel dieren heel leuk vinden, maar soms niet eens de naam weet. En ja, zo ook bij de gaviaal. Het is een krokodillensoort. Ik moet zeggen, het is geweldig gemaakt. En zeker als je het ziet zwemmen en het water is... Het ziet er zo prachtig uit. En in dit geval heb je dus ook de waterfilters nodig. Want je kan dus zien dat het water heel erg vies is. Maar ik vind het effect dus eerlijk gezegd ook wel heel erg cool. Omdat het, ja, misschien dat ze het in de dierentuinen waar wij komen niet zo heel erg onderhouden. Maar daar is het water ook altijd een beetje viezig, toch? Maar ja, je moet dus wel echt filters naast de verblijven zetten. Om te zorgen dat het water gefilterd wordt en schoon wordt. Maar ja, heel eerlijk gezegd, ik vind het effect ook wel heel erg cool. Van dat beetje blurry water. Omdat je de dieren niet helemaal ziet, maar meer een soort schim van de tanden. Ja, ik vind het toch ook wel wat hebben. Dus wie weet dat we straks ook nog gewoon een soort moerassig watersoort kunnen kiezen. Zodat
het wel schoon is, maar toch ook een beetje viezig lijkt. In ieder geval om een beetje wat meer realistisch effect te hebben. Want niet overal heb je natuurlijk echt brandschoon water. Dus ja, ik vind het op zich wel logisch als er iets meer watersoorten bij komen die je schoon moet houden. Maar goed, de graviaal, hij komt dus naar Planet Zoo. En het is gewoon een prachtig dier om te zien. Laten we eerlijk zijn, het is geweldig. En ik kan niet wachten om ook hiervoor een verblijf te gaan maken. En jawel, jawel, we krijgen ook de Himalaya-beer. Ook wel Isabelbeer genoemd. Ik had geen idee, maar ik las dat op het internet. Isabelbeer. Dus de Himalaya-beer komt ook naar Planet Zoo. We wisten natuurlijk al dat we een grizzlybeer hadden. En we gaan nu dus een andere beersoort zien, wat gewoon echt heel erg cool is. Ik weet dat heel veel mensen een beetje bang waren dat ze heel veel bij het uitbrengen van het spel zouden kiezen voor echt een bepaalde, gewoon één beersoort of één leeuwensoort. Maar gelukkig zien we steeds meer signalen van andere diersoorten wat ja allemaal bij elkaar horen. Dus dat is wel echt heel erg te gek. En in dit geval had ik geluk dat deze Himalaya-beer ook aan het eten was. Dus aan het spelen. Ja, het is een speeltoestel wat eigenlijk dus de beesten simuleert om eten eruit te halen. Dus actief te zijn. En ze worden dus daardoor beloond. En daarmee ja, krijgen ze dus ook meer plezier zeg maar in het verblijf. Dus ja, ik vind het wel heel erg cool dat ik dat precies heb kunnen opnemen in deze beelden. En ja, het is gewoon een prachtig dier om te zien. Net als de baby's, die zijn ook super cute. Dus, nou ja, zeker de baby's zijn gewoon echt super schattig. Maar alle baby's zijn schattig toch? Dus ook de Himalaya-beer komt naar Planet Zoo. En als laatste hebben we ook nog de Midden-Amerikaanse tapir. En dit beestje was eerlijk gezegd iets waar ik nou niet echt heel erg naartoe ging of zo. Als ik naar de dierentuin ging en ik had zoiets van, ja, het zal wel. Ik weet niet, ze trokken me nooit heel erg aan. Maar ja, dan blijkt wel weer een beetje de kracht van Planet Zoo. Als ik deze dieren dan zo zie, ja, dan word ik daar toch wel weer een beetje verliefd op. Ze zijn echt super schattig. En als je ze zo in het water ziet en dat die vacht wordt zo nat en dat neusje wat zo beweegt. En die oortjes. Het is gewoon allemaal zo cute. Dus ja, ik vind het toch wel heel erg leuk dat Planet Zoo een soort magie heeft. Dat ik dieren die ik eigenlijk niet zo goed kende, waar ik toch wel helemaal gek van word. Dus dat belooft echt nog wat voor als we straks Planet Zoo kunnen gaan spelen. En ook gewoon het feit dat je veel gaat leren over dieren die je niet zo goed kent. Waar ze vandaan komen. Wat ze eten. En welk gebied ze komen. Dus al dat soort dingen. Ja, dat is gewoon ontzettend leuk. En ik vind dat heel erg leerzaam. En dat is natuurlijk eigenlijk ook precies wat ze wilden met Planet Zoo, om echt ook een educatief doel te hebben achter het spel. Dus ik denk dat we daarin echt wel gaan slagen. Ik ben in ieder geval heel erg enthousiast en ik wil heel graag meer leren over de dieren. Dus dat gaat voor mij in ieder geval helemaal goed komen. Ik ben wel heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. En laat me sowieso eventjes weten in de comments wat jullie vinden van al deze nieuwe dieren. Zijn jullie ook zo enthousiast als ik ben? En ja, hoe enthousiast en hoe gespannen zijn jullie voor Planet Zoo? Ik kan echt niet meer wachten. De beta is genaamd. Dat zal uitkomen op 24 september tot 8 oktober. En dan hebben we dus een maandje dat we even moeten wachten. En dan op 5 november dan komt het hele spel uit. Dus dan gaan we gewoon helemaal los. Ik heb er echt heel erg veel zin in. Dus ik hoop jullie ook. We gaan zeker ook Planet Zoo spelen op het kanaal. Dus mochten jullie geïnteresseerd zijn, abonneer je zeker op mijn kanaal. En ik heb ook nog een Engels kanaal. Dat is eigenlijk mijn hoofdkanaal, The Lady Zijner. Dus mocht je ook Engels spreken, kunnen jullie me daar ook altijd vinden. En ja, we gaan gewoon ontzettend leuke tijd van maken. Ik heb er super veel zin in. Laat nog even een duimpje achter. Heel erg gewaardeerd. En ik hoop jullie natuurlijk in de volgende aflevering te zien. Doei allemaal!